En wat wil je met het geld doen wat ingezameld gaat worden? Wat Ja. willen wij? Wat we willen gaan doen is zien wat de overheid al aan het doen is om te kijken of we daar aanvullingen aan kunnen geven. Maar met name is het belangrijk dat alles is verwoest. Dus alle scholen, huizen die dienst deden als dokterspost, elektriciteit die daar normaal via turbines van de watervallen gedreven worden. Nou, die zijn weg. De watervoorziening zelf, ze gebruiken daar smeltwater van de Himalaya, die komen via slangen, komen die in de dorpjes terecht. Nou, dat is allemaal verwoest. En de primaire levensbehoefte van de mensen is schoon water, een dak boven de hoofd. Wat we willen is ook de mensen gaan leren om zelf hun huizen op te bouwen, maar dan zo dat ze aardbevingbestendig zijn, in zover het kan. En En scholen? scholen, ja, want daar wonen in die dorpen. Daar heb je voornamelijk dat de jongeren naar de stedelijke gebieden trekken, dus naar Kathmandu of zelfs naar Qatar of Midden-Oosten om daar te werken. Dus je hebt daar voornamelijk ouderen, vrouwen en kinderen. En waar kinderen zijn, zijn wel scholen, dus er zijn overal scholen en die zijn ook allemaal weg. Dus we willen heel graag kijken wat we kunnen doen als aanvulling op misschien de projecten die hier al lopen. Om te zien van wat hebben ze nog nodig om die school zo snel mogelijk open te krijgen. Om die kinderen weer op school te geven. Om de normale structuur van alle dag weer op gang te helpen.